Dames en heren, nogmaals van harte welkom. Mijn naam is Frank van der Linden, een vertegenwoordiger van de verderfelijke mensensoort journalist. Zo mag ik dat misschien wel zeggen. Een mensensoort die, zeggen ze, toch ook wel een heel klein beetje nodig is, gelukkig, als het om democratie gaat. Ik zou u het volgende willen verzoeken. Ik zag het thema natuurlijk, de menselijke maat, democratie. En dat bracht bij mij een geweldig intrigerend beeld terug op het netvlies. Zou u in dat kader, en dan ga ik het u straks uitleggen, even voor mij willen opstaan? En wilt u even dit gebaar maken en het vasthouden? En dan zeg ik tegen u, en ik stel een vraag. Wij schrijven het jaar des Heren 1989. Wij bevinden ons in Peking. Wie kan mij vertellen aan welk beeld ik refereer? Ik ga naar u toe. Goedemiddag, wie bent u? Kees de Veer. Van harte welkom. En wat is het voor beeld? Ja, de Tiananmen Square en daar dat ene kleine mannetje en die kolonne tanks. En dan zie je, vond ik toen, ontroerend de macht van één man ten opzichte van die overmacht. Democratie, de menselijke maat. Gaat u lekker zitten. Ik was in dat Peking in 1989. Ik heb die opstand mogen verslaan. En precies dat beeld, die jongen voor die tank, is voor mij symbolisch geworden als het gaat over democratie en de menselijke maat. En het is natuurlijk zeer ironisch, zo niet cynisch, dat wij tot op de dag van vandaag niet weten wat er van die jongen geworden is. Waar hij is verdwenen, in welke kerker hij zit of in welk concentratiekamp hij zich bevindt en of hij überhaupt nog in leven is. U bent hier in grote getalen naartoe gekomen en ik zou graag aan een paar mensen onder u willen vragen, waarom eigenlijk? Waarom kom je op een vrijdagmiddag naar een voormalige kerk, of nog steeds een kerk, om te luisteren naar voordrachten over democratie? Mag ik dat aan u vragen? Ja, dat mag u zeker. Ik kom hier naar de kerk op vrijdagmiddag, omdat de democratie op dit moment ook weer hoogst actueel is, altijd geweest. Maar de internationale ontwikkelingen, zoals we die allemaal kennen, die maken ons alert. En zo. Maakt u zich zorgen? Jazeker. Ja. Waarom vooral? Nou, geschiedenis loopt soms wel eens met parallellen en herhaalt zich wel eens. En we hebben dit soort zaken al wel eens eerder meegemaakt in een ver verleden. En als ik die analogie doortrek, ja, dan maak ik mij zorgen. Ja. Okay. Even kleine opiniepeiling. Bevindt er zich in deze kerk ook iemand van beneden de 25? Mag ik dan even een hand zien? Ja, dat is een Noord-Koreaanse uitslag. Ja. Ik ga het even aan jou vragen. Sorry dat ik voor u langs kruip. Goedemiddag. Wie ben je? Waarom ben je hier naartoe gekomen? Ik ben René en ik ben met de Bredase Jongerenraad meegekomen. Omdat ik maatschappij heel interessant vind en gewoon om bij te leren. Is dat verplicht opgelegd door de Bredase Jongerenraad? Bij verre na niet. Bij lange na niet. Nee. We leven in een vrij Breda, merk ik. Nou, dat is dan in ieder geval fijn voor de mensheid. Dames en heren, mag ik graag uw ovationeel welkomstapplaus voor generaal Theo Vleugels. Dames en heren, goedemiddag. Ik ben blij dat ik nu begrijp waarom de kerk vol zit. Ik had in mijn welkomstwoord mij willen richten tot de ambassadeur van de Republiek Polen in Nederland. Alleen de twee lege stoelen vooraan bewijzen dat hij er nog niet is. Dus dat bespaar ik u even. Burgemeesters, hartelijk welkom. Uiteraard Peter van der Velde, burgemeester van Breda. Meneer Tobak, burgemeester van Leuven. De stad waarin de oneven jaren de Multatuli-lezing wordt georganiseerd. En meneer Van Diesen, de burgemeester van Dongen. Ik heet speciaal welkom de heer Olaf Douwes-Dekker, rechtstreekse nazaat van Eduard Douwes-Dekker. Een speciaal woord van welkom aan onze sponsoren. Allereerst onze hoofdsponsor,
Het V-fonds, onder andere vertegenwoordigd door de generaal buitendienst Van de Veer. U hoorde hem zojuist al. De sponsor Avans Hogeschool, onder andere vertegenwoordigd door de heer Paul Rupp. Verder de heer Van Strien van de ondernemersopleiding De Rooie Pannen, die ons sponsort in Natura door met hun studenten, en u heeft ze allemaal al kunnen zien, te zorgen voor de catering en de ontvangst. En natuurlijk welkom ook aan de vertegenwoordigers van de gemeente Breda. Natuurlijk een speciaal woord van welkom voor de sprekers van vandaag, die met hun bijdrages het thema zullen inkleuren, de democratie van de menselijke maat. Professor Dr. Kees Schuit met zijn bijdrage De bindingskracht van de democratie. Professor Dr. Jan Riedel, Mrs. Riedel, welcome with your lecture on the road to Polish democracy via also Breda 1944. Rob Wijnberg, waarvan ik op dit moment nog niet zeker weet of hij er al is. Heel goed. Welkom, Rob. Rob zal een column presenteren naar aanleiding van beide lezingen die zojuist genoemd zijn. We hebben ze ook al gehoord, de mensen, de jonge mensen van de Bredaanse Jongerenraad, die zich ook met het thema hebben bezig gehouden, dat uitgediept hebben en ons vanmiddag deelgenoot zullen maken van een presentatie waar we kunnen zien wat dat voor hun heeft betekend. En tenslotte, maar u heeft hem al gehoord, Frank van der Linden, die ons door het programma heen zal leiden. En natuurlijk u allemaal, dames en heren, welkom. U heeft weer in grote getale de kerk van Breda gevonden. We hebben als bestuur van de Stichting Multatuli-lezing Nederland weer ons best gedaan om u voor deze 18e versie van de lezing een interessant programma te bieden. Het thema geeft genoeg stof tot nadenken en de Poolse dimensie is wat mij betreft bijzonder en spannend. Maar wij presenteren u vandaag geen conclusies. We dagen u uit om erover na te denken en uw mening te vormen. En aan het einde van de middag zullen de sprekers met een groep jongeren verder debatteren. En daarmee beogen we, naast het door de Bredaanse Jongerenraad uitgevoerde parallelprogramma, ook de jongeren actief te betrekken bij het aangeboden thema. En daarmee hopen we natuurlijk te bewerkstelligen dat de volgende keer als Frank vraagt wie is er beneden de 25, dat we een Zuid-Koreaans resultaat krijgen. Dames en heren, professor Riedel, presenteert straks in het Engels. U heeft op uw plaats aangetroffen de in het Nederlands vertaalde tekst. Wat u zult zien is dat de tekst die uitgesproken wordt korter is dan de tekst die op uw stoel ligt. Dus niet zenuwachtig heen en weer gaan bladeren. Gewoon doorlezen, u komt vanzelf de goede tekst weer tegen. Dames en heren, ik wens u een interessante en uitdagende middag toe. En ik geef daarmee graag het woord aan de burgemeester van Breda, Peter van der Velden. Maar ik zie dat Frank zijn rol op zich neemt. Ja, want ik ga aan iedere spreker, dus ook aan u, vragen om een beeld te leveren dat in zijn of haar ogen representatief is voor die menselijke maat van de democratie. Ik begon met die jongen voor de tank. Wat is een beeld, een situatie, een moment dat voor u de menselijke maat van de democratie belichaamt? Dat zal u niet verbazen dat ik dan een voorbeeld neem. Dit hebben we niet voorbereid overigens. Nee, dat is altijd het leukste deel van het programma. Ja, dat bedoel ik. Het beeld wat ik dan heb is een beeld dat uit Afghanistan komt. Ja. Dat is het beeld na een patrouille, dat mensen 3 dagen buiten zijn geweest, helemaal leeg zijn, zich weer even kunnen koesteren in de veiligheid. En als ze dan de vraag krijgen, hoe vond je het? Dan vonden ze wat ze gedaan hebben fenomenaal. En als je er even over doorpraat, zeggen ze, het heeft eigenlijk allemaal met democratie te maken. Oké, ik dank u hartelijk. Merci. Er is geen verbod op applaus voor meneer. Wij verwelkomen de burgemeester van Breda, Van der Velden. Excellentie, generaal-majoor Vleugels, vrienden,
en vriendinnen van de Multatuli-lezing, dames en heren, u allen hartelijk welkom in deze mooie stad en in deze prachtige kerk. In idee 121 meldt Multatuli dat hij vanwege zijn temperament niet van een constitutionele monarchie voorzien van een volksvertegenwoordiging houdt. In idee 534 zegt hij, en ik houd niet van redenvoeringen. Wat ons vandaag te wachten staat in deze Multatuli-lezing lijkt dus volstrekt eigenlijk niet in de geest te zijn van deze grote Nederlandse schrijver. Ik zeg lijkt, want we vergissen ons als we Multatuli afschilderen als een antidemocraat en als we daarmee het thema van deze bijeenkomst, democratie van de menselijke maat, als strijder met zijn geestelijk erfgoed af willen doen. Multatuli schreef in de 19e eeuw, een tijd waarin er nog geen algemeen kiesrecht bestond. Ook een periode waarin niemands inkomen en diens geslacht bepaalde of hij stemrecht had. Vrouwen hadden dat sowieso niet. Multatuli daarentegen verzette zich daartegen. Het idee dat iemands belastingaanslag bepaalde of je mee mocht praten over het landsbestuur stond hem zeker niet aan. In dat opzicht was Multatuli meer democraat dan de meeste van zijn tijdgenoten. Maar ook die noemden zich democraten, want ze waren immers voorstanders van een zekere mate van volksvertegenwoordiging en dus ook tegen een absolute monarchie. Ja, je moet alle teksten toch wel in een historische context zien. Het begrip, en dat is mij steeds duidelijker geworden in de loop der jaren, het begrip democratie is zeker niet eenduidig. In de loop van de geschiedenis hebben zich talloze ontwikkelingen voorgedaan die steeds een andere inhoud aan deze term hebben gegeven. Maar ook in het heden, zeer in het heden, zien we dat democratie in verschillende contexten verschillende betekenissen hebben. De protesten in Hongkong leiden tot even zoveel protesten in China. Oost-Europese landen met een andere culturele en politieke historie dan wij zijn hun versie van democratie meer dan ooit aan het definiëren. En ook mag zich de vraag voordoen, is de westerse democratie alleen zaligmakend? Een term die ik in dit gebouw wel mag bezigen. Hoe intelligent is ons populisme? En hoeveel energie gaat er op dit moment verloren aan onze hitsige overcommunicatie? Wat leidt dat tot negatieve energie? Het Westen heeft Saddam Hussein verdreven en kolonel Gaddafi. Maar wat is daarvoor nu in de plaats gekomen? Enfin, voldoende stof dus om in het instituut, want zo mag ik dit respectabele initiatief toch zo wel noemen, om in dit instituut Multatuli-lezing nog tot in lengte van jaren over democratie te spreken. En zeker graag in deze grote kerk van Breda. Breda was immers de eerste Nederlandse stad waar in het voorjaar van 1793 de patriotten een democratisch gekozen stadsbestuur installeerde. Helaas, het bestuur heeft maar een paar maanden mogen functioneren. Maar dat in Breda de democratie begon, mag hier en vandaag, waar we spreken over democratie, toch nog wel eens worden benadrukt. Dan het andere bezwaar van Multatuli, dat hij niet van redenvoeringen hield. Toespraken waarin niks gezegd werd. Waarin alleen maar mooi werd gepraat, daar had Multatuli terecht wat op tegen. Inhoudsloze woorden, die vaak niet leiden tot nieuwe ideeën of daden of tot inspiratie. Nee, daar moest hij niets van hebben. Ik ben absoluut niet bang dat de Multatuli-lezing van vandaag in nietszeggende mooipraterij zal verzanden. De geschiedenis van de Multatuli-lezing, zowel die in Breda als die in Leuven, heeft voldoende duidelijk gemaakt
dat het zeker niet gaat om vrijblijvende woorden. De Multatuli-lezing is immers steeds weer een oproep om na te denken over hoe wij in de wereld staan. En meer dan ooit is dat ook gewenst. Eerdere keren ging het bijvoorbeeld over onze relaties met de vroegere koloniën, over onze houding tegenover de islam, over de zin van ontwikkelingssamenwerking. Thema's die nog immer actueel zijn. En deze keer gaat het over vrijheid en democratie. Want in vele landen is geen sprake van vrijheid of democratie. En toevallig is deze keuze ook niet. Dit jaar mag de stad Breda herdenken dat zij 70 jaar geleden is bevrijd door de Polen onder leiding van generaal Maksiek. Generaal Maksiek die ervoor heeft gezorgd dat de stad haar historisch karakter en profiel heeft weten te behouden. Ongekende dankbaarheid zijn we aan die generaal verschuldigd. En we zijn dan ook erg blij en vereerd met de bijdrage vanmiddag van de Poolse historicus en diplomaat Jan Riedel. In 1988 was het voor mij de eerste keer dat ik in Polen was, vanwege de vriendschapsbanden tussen Nederlandse en Poolse gemeenten. Polen heeft vanuit een geweldige achterstand de democratie opgepakt. En laten we ons realiseren, is nu koploper op vele terreinen. Vandaag de dag leeft het land met Donald Tusk, de EU-president. Maar ook de actualiteit in buurland Oekraïne verbindt onze beide landen op een bijzondere wijze opnieuw. Polen en Nederland voeren een historische dialoog, waarbij soms de een en dan de ander weer leidend is. Maar steeds vanuit een groot respect voor elkaar. En ik denk dat dat ook multitatuliaans gedachtegoed is. Als ik zeg dat ik blij ben met de aanwezigheid van de heer Riedel, betekent dat niet dat ik niet blij ben met de bijdrage van de heren Wijnberg en Schuit. Beide mannen van een verschillende generatie, maar ook beide in dialoog met weer een andere generatie. Wijnberg betekent veel voor ons begrip over de jeugd van tegenwoordig, wat hen wel en niet kan boeien. En waarom en hoe wij ons kunnen opstellen om hen juist deelgenoot te maken van ons concept van vrijheid en waardigheid. Hoe wij de jeugd kunnen betrekken bij die andere nieuwe samenleving. Vanuit een optimistisch beeld wat mij betreft. En professor Schuit, rechtsgeleerde, maar vooral socioloog. Het is een grote eer voor ons om u in Breda te mogen verwelkomen. Een veel geprezen intellectueel, maar ook een zeer veel geprezen, inspirerend docent, juist voor de jongere generaties. U verstaat als geen ander, denk ik, de kunst om mensen te leren denken. En dat niet in universeel, maar juist vanuit Multatuli en vanuit het democratisch ideaal. Zich ontwikkelde individuen, maar ook met gevoel voor sociale verbanden. Maar het is niet aan mij om de sprekers verder bij u te introduceren. Ik wilde hen slechts welkom heten in deze grootste Nassaukerk van Europa. In die stad die vanuit haar genen het neo-Bourgondische denken in de 21ste eeuw wil propageren. Wat mij betreft ook een denken dat vooral gebaseerd moet zijn op vrede. De vrije dialoog op een kritische geest, maar juist ook op respect en verantwoordelijkheid naar ieder mens. Vanuit de overtuiging dat ieder mens, ja ook, of misschien wel juist de Javaan, zou Multatuli kunnen zeggen, dat ieder mens geboren is met een morele waardigheid. En dat het juist de kunst is in dit leven om ieders intellectueel en creatief potentieel tot verdere ontplooiing te brengen. Ik wens u allen daarbij succes vanmiddag. Ik dank u wel. We doen het zo. Interessant dat u even over Hongkong en China begon, omdat we aanvankelijk over de jongen voor de tank spraken. Want we herdenken deze maand natuurlijk ook dat het zoveel jaar geleden is dat de muur viel in Berlijn. Maar die muur in China, die,
die staat er nog steeds, de politieke muur. Wat is het beeld dat bij u op het netvlies komt als het gaat om de menselijke maat van democratie? Aan welke concrete persoon of situatie denkt u dan? Nou, ik denk dat er wel eens situaties zijn in het lokale dat je hebt afgesproken, dit en dat zijn de spelregels. En dat soms een groep mensen, al of niet onder hele moeilijke omstandigheden, toch de ruimte nodig hebben om de zaken te doen die ze misschien nodig vinden. En dan vind ik het de kracht van de democratie dat je die ruimte ook weet te bieden. Waar denkt u dan aan? Aan welke mensen of welke momenten? Nou, ik heb wel eens gehad dat jongeren met een bepaalde activiteit bezig waren. In een wijk en met een houseparty. En ontzettend veel schik hadden. En dan kan je zeggen dat willen we absoluut niet tolereren. Of je kan ook proberen in het gesprek te gaan en te kijken hoe dat je het zo kan oplossen dat dat ook naar ieder zin kan verlopen. En daar kan je dan ook als bestuurder, ook vanuit het democratisch denken, weer veel van leren. Je hoeft dus eigenlijk niet altijd house-vredebreuk te plegen. Nee, ik zou haast zeggen, dat moet je niet doen. Hartelijk bedankt. Oké. Graag uw warme hand voor de burgemeester. Dan is nu het moment aangebroken dat wij gaan luisteren naar professor Schuit. Voor hem de microfoon. Geachte generaal majoor Vleugels, geachte burgemeester van Breda, van Leuven en van Dongen, geachte aanwezigen. Breda werd op 29 oktober 1944, 70 jaar geleden, door Poolse troepen bevrijd. Bevrijd van de nationaal-socialistische Duitse bezetting. Men had 4 jaar lang gestreden om het dictatoriale juk af te leggen en gevochten voor vrede, vrijheid en democratie. In de oorlogsjaren waren er zelfs al blauwdrukken gemaakt voor de naoorlogse herinrichting van de democratie. Vrijheid en democratie waren bijna synoniemen en deze begrippen hadden enorme bindingskracht bij de toenmalige bevolking in Nederland en in heel Europa. Over deze bindingskracht van de democratie wil ik vanmiddag spreken en daarmee mijn dank uitsprekend voor de eervolle uitnodiging om de 18e Multatuli-lezing te houden. Bevolkingsgroepen van zeer verschillende aard vonden elkaar in de oorlog en men dacht dat deze eensgezindheid na de oorlog, nodig voor herstel en wederopbouw, behouden zou blijven. Dat werd een teleurstelling. In de nieuw bevochten democratie staken oude tegenstellingen de kop weer op en al snel kwamen er scheuren en barsten in de democratie die zijn glans ging verliezen. De ijzeren wet van de oligarchie, waar deelbelangen heersen over het algemeen belang, bleek echt te bestaan. Na 1945 is de crisis van de democratie al vele malen uitgeroepen. Maar even zoveel blijkt de ijzeren wet van de democratie, namelijk participatie door de bevolking en controle op macht en machtsuitoefening, gelukkig ook te bestaan. Over deze twee ijzeren wetten, die tegen elkaar ingaan en vaak elkaar afwisselen, zal ik zo dadelijk meer zeggen. Maar eerst neem ik een sprong in de tijd en ga naar Gdansk, 31 augustus 1980. De dag dat er een historisch akkoord werd gesloten en de eerste vrije vakbond, Solidarność, doorleg van Wenza, Nederlanders en ikzelf spraken altijd van Lech Walenza, van Wenza en zijn medearbeiders opgericht, die vakbond in vrijheid werd erkend. Ook toen gingen in de strijd vrijheid en democratie hand in hand. Niet alleen de vrijheid van vakbond, vereniging en vergadering, maar ook om de andere klassieke vrijheidsrechten die bij een democratie horen, werd gestreden. Het duurde nog 10 jaar tot 1990 dat die democratie in Polen na een lange periode van buitenlandse overheersing werd bereikt.
werd Favenza als de eerste naoorlogse gekozen president. Net als in Nederland in 1945 waren de verwachtingen over die nieuwe democratie en de vrijheid hoog gespannen. De bindingskracht van de democratie was groot, maar de teleurstellingen over de praktijk van de democratie kwamen even snel. Er staat in Gdansk een prachtig monument op het plein vlak bij de plaats van de oude fabriekshallen en de scheepswerf, dat herinnert aan de strijd om democratie en vrijheid. Een monument met een indrukwekkend overzicht van die geschiedenis van wat ooit genoemd werd arbeiders zelfbestuur. Hoe groot is de bindingskracht nu van deze herwonnen democratie? Ik neem nog een sprong in de tijd. Berlijn, 9 november 1989. Ook een datum die binnenkort wordt herdacht. Polen ging voor, maar de drang tot democratie, die ijzeren wil tot volkssoevereiniteit, bleef niet beperkt tot die ene voormalig communistische land. Alle Midden-Europese landen volgden met groot enthousiasme en elan. Maar ook hier bleek spoedig dat de eensgezindheid die de bindingskracht van de democratie had opgeroepen, niet blijvend was. Zodra de democratie gevestigd is, zo lijkt het, als systeem van staatsinrichting, lijkt het alsof die eenheid niet meer bindt. Of alle belangengroepen allemaal een andere kant uitgaan en elkaar hevig gaan bestrijden. Democratie is strijd om de macht. Politieke macht en daarvan afgeleide andere vormen van machtsuitoefening. In het stadsbestuur, in het bedrijf of in de vereniging. Wat in zo'n strijd, als die niet met democratische en humanistische deugden wordt gevoerd, soms al te gemakkelijk kan sneuvelen, zijn juist de vrijheden die bij een democratie horen. Vrije vakbonden, een vrije pers, vrije verkiezingen, vrije wetenschapsbeoefening. Hongarije, anno nu, is een teken aan de wand. Hoe zal het gaan met de bindingskracht van de democratie in Egypte na de lente van de opstand van het volk? Hoe zal het gaan in Tunesië en hoe zal het gaan in Hongkong? Triomf en teleurstelling als thema voor deze middag. Wat wil ik met deze korte historische voorbeelden uit 1944-45, uit 1980 en 1989 zeggen? Dat is een gemengde boodschap. De triomf van de democratie wordt vaak gevolgd door teleurstelling. De sterke eensgezindheid die de bindingskracht van de democratie uitmaakt, valt uiteen zodra in volle vrijheid belangen en belangengroepen de democratische arena betreden en met elkaar de strijd aangaan. Ik wil deze mengeling van triomf en teleurstelling, van enthousiasme en cynisme, van bindingskracht en gebrek aan cohesie in de democratie als thema verder uitwerken. Ik begin met een eenvoudige constatering. Democratie werd tegen de verdrukking in hervonden, zoals ze ook tegen de verdrukking in de westerse wereld tot stand gekomen was. In 1776 in de Verenigde Staten en in 1789 in Frankrijk. In Frankrijk vocht het volk tegen de regenten, de have-nots, de sans-culottes tegen de haves, burgers tegen de eigen overheid. Aan het begin van de 20e eeuw, dus meer dan 100 jaar geleden, volgens de Britse politicoloog Runciman, echter, was er nog geen democratie met een volledig algemeen kiesrecht. Aan het einde van die 20e eeuw waren er wereldwijd ongeveer 120 landen die aan de strenge criteria van een vrije democratie voldeden. Ik noem de bekende criteria.
vrije verkiezingen, eens in de zoveel jaar. Met een vrije competitie op machtsposities. Tussen haakjes, een cynicus heeft ooit gezegd, democratie is het recht om eens in de vier jaar op de verkeerde president te stemmen. Vrije pers en vrije informatie. Vrijheid van vereniging en vergadering. Vrijheid van godsdienst en geweten. Recht op respect voor persoonlijke en fysieke integriteit. Een onafhankelijke rechterlijke macht en toegang tot de rechter voor elke burger. Een professionele ambtenarij die kundig en loyaal uitvoert wat de politieke bestuurders willen. Als ik de kern van de democratie probeer vast te stellen in één zin, dan is het vooral dat de afwisseling van politieke macht op een geregelde en niet gewelddadige manier plaatsvindt. En plaats kan vinden. Maar als aan deze criteria is voldaan, is het spel van de democratie nog niet gedaan. Want dan begint het juist. Was de 20e eeuw nu gunstig of ongunstig voor de vestiging van de democratische staatsvorm? Ja en nee. Dat is altijd een heel gemakkelijk antwoord. Maar ik zeg het toch, ja en nee. De eerste 50 jaar werden West-Europa en de 40 jaar daarna in Oost-Europa en Midden-Europa gedomineerd door totalitaire stromingen, communisme en fascisme. Met in de andere democratische landen in Europa veel skepsis en cynisme over die democratie in het interbellum. De Poolse dichteres Wisława Szymborska heeft deze teleurstelling over de 20e eeuw mooi onder woorden gebracht. Ik citeer een van haar gedichten. Ze had beter moeten zijn dan de vorige, onze 20e eeuw. Dat zal ze niet meer kunnen bewijzen. Er is te veel gebeurd dat niet had mogen gebeuren. En dat wat had moeten komen, kwam niet. De lente had moeten aanbreken. En het geluk, onder andere. Angst had bergen en dalen moeten verlaten. Waarheid had sneller dan leugen haar doel moeten bereiken. Er hadden zich enkele ongelukken niet meer moeten voordoen. Bijvoorbeeld oorlog en honger enzovoort. Er had eerbied moeten zijn voor de weerloosheid van weerlozen. Voor vertrouwen en dergelijke. En het gedicht van Szymborska eindigt met één strofe. Wie zich had willen verheugen over de wereld, staat voor een onuitvoerbare opdracht. Dit schreef Szymborska, die andere Poolse Nobelprijswinnaar naast Wałęsa, aan de vooravond van de 21e eeuw. Zullen de democratieën er in deze eeuw beter in slagen waardigheid en vertrouwen te handhaven? Wat tot nu toe in de eerste 14 jaar van die 21e eeuw gebeurd is, en valt te constateren, geeft mij nog weinig hoop. Dus moeten we aan die onuitvoerbare opdracht van Szymborska wel degelijk onze uiterste krachten geven en ons inspannen. Nee, de triomf van de democratie werd vooral gevestigd na de Tweede Wereldoorlog. In de tweede helft van de 20e eeuw. Vanaf 1946 en 1948 werden de fundamentele rechten van de mens in internationale verdragen vastgelegd. Werden in democratische landen de sociale en politieke rechten verder uitgebreid. Werd een begin gemaakt van de bestrijding van ongelijkheid naar sociale en etnische herkomst, naar seksen en seksuele geaardheid en naar godsdienst. We dachten dat daarmee godsdiensttwisten naar het rijk van de geschiedenis zouden worden verwezen. Maar helaas, dat blijkt te optimistisch te zijn geweest.
De triomf van de democratie loopt telkens weer uit op teleurstelling, die zelf weer aanleiding geeft tot cynisme, kritiek en verzet tegen de democratie. Hoe moeten de democratieën in de 21e eeuw omgaan met deze wisseling van stemmingen en wisseling van uitkomsten van stemmingen? Stemmingen van optimisme en pessimisme, van succesvolle en falende democratisch gekozen regeringen. De reeds genoemde politicoloog Runciman meent in zijn zeer leerzame en pas verschenen studie de confidence trap, de valstrik van de zelfvoldaanheid, dat succes en falen van democratieën onvermijdelijk bij elkaar horen. Tegenover de sterke kanten van de democratie staan zwakke. De sterke kanten zijn, onder andere, het zich steeds weer kunnen aanpassen aan nieuwe en zich veranderende omstandigheden. Autocratieën en totalitaire systemen kunnen dat veel minder. Ook een sterk punt is het tijdig kunnen corrigeren van de verkeerde richting waarin men dreigt uit te gaan, door voldoende tegenkrachten en tegenstemmingen te winnen. En vooral het kunnen overwinnen van economische en politieke crises. Als zwakke kanten noemt Runciman de impulsiviteit om te snel met populistische stemmingen mee te gaan. Het korte termijndenken dat aan de politiek vastkleeft. Uitgedrukt in het gezegde: een goed politicus denkt aan de volgende verkiezingen, maar een echte staatsman denkt aan de volgende generaties. Kortzichtigheid ook om alleen aan de eigen belangen of alleen aan de belangen van de eigen partij en de eigen groep te denken. Zowel de sterkte als de zwakte van democratieën komen beiden voort uit precies die systeemkenmerken die ik al genoemd heb. Vrije en algemene verkiezingen, partijstrijd, nastreven van deelbelangen in verhouding tot het letten op het algemeen belang. De triomf der democratie gaat prat op de sterke kanten. De teleurstelling wijst steeds wel weer opnieuw op de zwakke kanten. Democratie is niet volstrekt goed. Het heeft ook kwade kanten, die door de oudste filosofen Plato en Aristoteles al gehekeld werden. Naar hun idee zou de democratie alleen maar de hebzucht en de lustbeleving van het volk najagen en de staat in ongewenste oorlogsvoeringen meevoeren. De onderbuik bestond dus al bij de oude Grieken en de elite was daar bang voor. Ik zou zelf de sterkte-zwakte verhouding van democratische systemen willen stutten, onderbouwen of opvangen, niet alleen door naar het politiek-democratische instituties te kijken en die eventueel te willen vernieuwen, maar vooral ook te letten op de culturele voorwaarden waaronder democratieën goed kunnen functioneren. Zoals een zekere mate van skepsis bij de bevolking. Bijvoorbeeld, voorbeeld van skepsis: mijn mening staat pal tegenover de mening van mijn buurman. En misschien moeten we daarom juist de stelligheid van ons beider mening een klein beetje minder stellig maken. Het voorbeeld is van Mark Twain, de Amerikaanse schrijver. Wat ook belangrijk is, is een klimaat van tolerantie. Dat ik zou willen omschrijven als de onderdrukking van de neiging anderen te willen onderdrukken. Andere meningen, andere groepen, andere levensstijlen. Kortom, een duidelijk humanistische cultuur waarin de individuele mens met al zijn kracht en zwakheden het centrale uitgangspunt is en blijft. Met de structurele instituties van de democratie en deze culturele condities vermoed ik kan ook zeggen hoop ik, dat de democratie in de 21e eeuw de belangrijkste opgaven en problemen van de democratie tegenwoordig het hoofd kunnen bieden.
En ik zou in het laatste deel van mijn inleiding aan enkele van deze hoofdproblemen aandacht willen schenken. Ik noem er vier, maar er zijn natuurlijk meer. A. De spanning tussen eenheid en veelheid. Ook wel genoemd de spanning tussen participatie en representatie. Als tweede de controle op macht en machtsuitoefening. Als derde, opgave en probleem tegelijk, het samengaan van rechtsstaat en democratie. De bescherming van de rechten van de mens in verhouding tot de stem van de meerderheid van het volk. Die de minderheid soms niet of soms niet meer wenst te beschermen. En tenslotte de lokale democratie en de revitalisering van de lokale gemeenschap. De spanning tussen participatie en representatie is zo oud als de weg naar Rome. En in Rome hebben ze die spanning nooit kunnen oplossen. Het is het probleem van e pluribus unum. Uit velen het ene. De lijfspreuk van de Amerikaanse Constitutie in 1776. Het is het probleem van de spanning tussen de staatsrechtelijke eenheid en de maatschappelijke eensgezindheid. Eensgezindheid die zich maar op zeldzame momenten manifesteert. Zoals in Breda in oktober 1944. Het blijft een spanning tussen deelbelangen en het algemene belang. Wil een democratie in evenwicht blijven, dan is het noodzakelijk dat geen enkel deelbelang of geen enkele belangengroep een volledige dominantie kan gaan uitoefenen op andere deelbelangen of belangengroepen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want in de democratie kunnen juist deelgroepen en deelbelangen met hun doelgroepen en doelstellingen zich juist vrijelijk organiseren, vrijelijk manifesteren en streven naar dominantie. Daar zijn de verkiezingen voor gemaakt. En om een bepaald deelbelang niet te groot te maken, wordt de eensgezindheid opnieuw benadrukt. Burgers moeten vooral dezelfde normen en waarden aanhangen, zegt men dan. Als tegenwicht tegen de eenzijdigheid in de deelbelangen. Men meent dat de maatschappelijke cohesie de reddende engel wordt en zal zijn van een in doelgroepen en deelgroepen en tegengestelde levensstijlen langzaam uit elkaar vallende samenleving. Tegen deze benadering zou ik willen waarschuwen. De gedachte dat de democratie floreert, vooral bij de gratie van gedeelde waarden, acht ik een grove simplificatie. Een democratie kan bijdragen aan sociale cohesie, dat zeker, maar juist niet door cohesie synoniem te achten met harmonie, met consensus, allemaal hetzelfde geloof, allemaal dezelfde levensovertuiging of allemaal dezelfde levensstijl. Sociale cohesie kan ontstaan door op een subtiele, maar effectieve wijze om te gaan met verschillen en tegenstellingen. Zo dat ze voor iedereen draaglijk worden, al die vervelende tegenstellingen. Draaglijk is voor mij eigenlijk al een heel belangrijk doel. We kunnen elkaars verschillen verdragen. Daarvoor hebben we de democratie en haar steunberen, de rechterlijke macht, de vrije wetenschap, de tolerantie en de streven naar geweldloosheid nu juist in het leven geroepen. Geweldloze overdracht en afwisseling van de macht, als om precies te zijn. Verschillen tussen rijk en arm, tussen gekleurd en niet gekleurd, tussen jong en oud, hoog en laag opgeleid, man en vrouw, gelovig en ongelovig en andersgelovig, gehandicapt of kerngezond, vitaal of gebrekkig, die verschillen kan een democratie verdragen.
alleen in de droom van utopisten en dictators bestaat er één volk met één waardepatroon. Democratische waarden zijn geen inhoudelijke waarden, maar regulerende, zoals ook de waarden van de rechtsstaat dat zijn. Democratie gaat over regelingen die we hebben gemaakt vanwege het feit dat we het niet op alle inhoudelijke waarden en punten eens zijn. Om de oneenigheid over die waarden en de verschillende levensstijlen te beheersen en niet met geweld te beslechten. Democratie is koppen tellen en nooit koppen snellen. Dan kom ik op de tweede opgave voor de moderne democratie in de 21e eeuw. Controle op macht en machtsuitoefening. Deze mooie opgave voor de democratie, het kunnen omgaan met verschillen, wordt tegenwoordig bemoeilijkt doordat het tweede principiële kenmerk van de democratie, namelijk de controle op macht en machtsuitoefening, moeilijker in de praktijk kan worden gebracht. Het parlement controleert de regering. Die regel kennen we. Wie controleert de controleurs? Het antwoord kennen we ook. De kiezers, eens in de 4 jaar. Tegenwoordig zelfs eens in de 1,5 à 2 jaar. Maar de achterliggende, meest urgente vraag is welke macht en beïnvloedingsmogelijkheden door machthebbers spelen in dit formele spel van de democratie op de voorgrond of op de achtergrond nadrukkelijk mee. Dan zien we dat vormen van macht, vooral in de laatste 20 jaar, politieke macht in het publieke domein, verschoven is naar financieel-economische macht in het private domein. Die financieel-economische macht is tegelijkertijd mondialer, dominant en dwingend aanwezig, waardoor, vanwege de internationale vervlechtingen, het zicht op die machtscentra eenvoudig lastiger is geworden. Nationale macht is vrijwillig afgestaan aan internationale organisaties. En de democratische controle daarop is niet evenredig meegegroeid. Men noemt dit het democratische gat van Europa. Vele vormen van macht zijn thans onzichtbaar en ongrijpbaar geworden. Niet uitsluitend de particuliere financiële macht, want door de doordringende manier waarop deze vorm van financiële macht zijn legale en soms illegale invloed aanwendt om andere vormen van macht aan zich te binden, zoals de macht van de media en de meningsvorming, de macht van wetenschappelijke kennis, de macht van religieuze bewegingen wereldwijd. Denk dan aan de combinatie van financiële macht en de religieuze bewegingen in Irak en Syrië. En ik wijs hierbij op de interessante studie van de Canadese bestuurskundige Donald Savoy, die over deze machtsverschuivingen in de mondiale en nationale samenleving schreef. Hij gaf zijn boek de sprekende titel mee: Power, Where Is It? En dat is inderdaad een pertinente vraag. Waar vroeger vormen van macht nog zichtbaar gescheiden te zien waren, met gescheiden politieke, financiële en culturele elites, zien we thans een diffuus patroon dat voor burgers in de democratie nog maar nauwelijks te volgen, laat staan te controleren valt. Savoy voegt daar nog iets aan toe. Zelfs binnen het parlementaire systeem van de democratie is die macht onzichtbaar geworden. En hij noemt dan de vaak oncontroleerbare rol van onze overheidsbureaucratieën. Deze tweede opgave, altijd horend bij de democratie, controle op macht en machtsuitoefening, is dus vanuit democratische instituties zelf steeds moeilijker geworden. De teleurstelling van het niet voldoen aan de idealen van de democratie is hiermee ingebouwd. Het is niet meer zo heel zeker of de moderne democratie zonder kleerscheuren de 21e eeuw zal overleven. En dat
moet op zichzelf al als een waarschuwing klinken. De derde opgave. Rechtsstaat en democratie. Kan de rechtsstaat dit probleem van de democratie helpen oplossen? Ja, in beginsel wel. Zoals professor Ernst Hiersmalin, in deze streek toch echt bekend, al vaker heeft gezegd, democratie en rechtsstaat gaan altijd samen. Ze zijn niet los verkrijgbaar, zo gezegd. De rechtsstaat heeft extra garanties ontwikkeld voor de controle. De rechter heeft de mogelijkheid om politici te corrigeren wanneer die hun macht op ongerechtvaardigde manier uitbreiden, misbruiken of aanwenden voor doeleinden waar die niet voor bedoeld is. De laatste jaren zijn verschillende gevallen van machtsmisbruik in de publieke sector in maatschappelijke instellingen aan de orde gekomen. De rechterlijke macht beschermt inderdaad burgers. Maar dat is een zeer bepaalde en beperkte controle op macht, waar we heel zuinig op moeten zijn. Maar dan zeg ik hier heel zuinig, niet in financiële zin, wat er meestal nu onder wordt verstaan. We moeten op die controle door de rechter heel zuinig zijn. Maar die kunnen ook het grootste probleem van de onzichtbaar geworden machten ook niet oplossen. De rechter beschermt burgers ook nog op een andere manier. Namelijk door te waken over de individuele rechten die aan elke mens zijn toegekend. Sommige filosofen zeggen zelfs dat elke mens van nature deze rechten zijn meegegeven. Daar ga ik vanmiddag niet op in, maar het is wel een heel belangrijk debat of het van nature meegegeven is of dat we ze zelf hebben geschapen. Het gaat hier om de bescherming van minderheden. Tot en met de minderheid van één enkele burger. Tegen de macht van de meerderheid. En de macht van autocratische machthebbers. Democratie is meer dan 50 plus 1. Koppen tellen hoort bij de democratie, maar de rechtsstaat bindt de gekozen machthebbers aan maat en regel. Onmatigheid in machtsgebruik, overschrijdend en illegaal machtsgebruik, wordt door de rechtsstaat verboden en door de rechter geconstateerd. Deze derde opgave van de moderne democratie is hoogst actueel en principieel. Hoe sterk worden de universele rechten van de burger gehandhaafd? Het mag niet zo ver komen dat aan het einde van deze 21e eeuw gezegd kan worden, het enige universele aan de rechten van de mens is zijn universele schending geweest overal ter wereld. In 1948, na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, zijn deze fundamentele rechten van de mens tot stand gekomen. Democratieën hebben de plicht, de belangrijke plicht, haar onafscheidelijke tweelingzuster, in de terminologie van Hiersmalin, de rechtsstaat, ongeschonden door de 21e eeuw heen te leiden. En dan kom ik tenslotte aan het vierde opgave, de lokale democratie. Men kan zich tot slot afvragen of een van de oplossingen voor de zojuist genoemde ernstige opgave van de democratie niet ligt in de heruitvinding of de revitalisering van de lokale democratie. Als de macht en machtsuitoefening zo onzichtbaar en vaak ongrijpbaar is geworden, brengt dan de democratie dichter naar de burgers toe, zodat ze weer zelf, net als in de vroegere tijden, de stadsdemocratie in volle bloei kunnen laten gloreren. Op zichzelf is deze gedachte aantrekkelijk, soms zelfs aanstekelijk. De beweging die thans in Nederland is ingezet om meer taken van de Rijksoverheid over te brengen naar de gemeenten, is de moeite van het testen waard. De decentralisatie van taken heeft in principe de mogelijkheid in zich tot een revitalisering van de lokale gemeenschap. In de letterlijke zin van het woord gemeenschap. Geen bureaucratie of formele organisatie, maar een groep van burgers die zich elkaars lot aantrekken en die om elkaar geven en met elkaar willen samenwerken.
Maar ik wil toch wijzen op enkele paradoxen van deze beweging terug naar de burgers zelf. De beweging van decentralisatie. De eerste paradox is dichter bij de burger. Ja, maar tegelijkertijd maken we de gemeente steeds groter. Voegen we de gemeente bij elkaar. Waardoor de lokale macht, gesymboliseerd in het gemeentehuis en de gemeentelijke voorzieningen, steeds verder wegkomen van de burger. Dit geldt meer voor de kleine gemeente dan voor een stad als Breda. Maar de paradox is er niet minder om. De tweede paradox. Dichter bij de burger wordt in de praktijk dichter op de huid van de burger. Dichter op de huid zitten van de burger. Steeds meer informatie moet deze burger, om wie het kennelijk te doen is, aan de gemeentelijke administratie, lees de ambtenaar aan de keukentafel, overleggen en afstaan. Steeds meer vrijwillige verplichtingen op zich nemen. Let op de combinatie vrijwillige verplichtingen. Om te mogen meedoen of om te mogen worden verzorgd. De derde paradox, tenslotte, hebben we al gezien. Ook de gemeente, zeker een stad als Breda, is al helemaal opgenomen in het internationale netwerk van financieel-economische, politieke en culturele betrekkingen. Zodat het uitzicht voor de komende decennia de macht weer dichter terugbrengen naar de burger, op zijn minst dubbelzinnig is. Ook de mee- of zelfregerende burger van onderop heeft te maken met de zeer ingewikkelde eisen van de moderne, mondiger en mondialer geworden wereld. En toch bestaat zij, die ijzeren wet van de democratie, die telkens weer naar voren komt zodra de idealen van de democratie gaan verbleken. Triomf en teleurstelling gaan in een democratie samen. Dat is goed zolang de balans tussen die twee niet te ver naar één kant gaat overhellen. Mag ik eindigen met nog één keer te citeren uit dat prachtige gedicht van Szymborska over die ellendige 20e eeuw. Het gedicht eindigde met de ene laatste strofe als volgt. Hoe te leven, vroeg mij iemand in een brief, aan wie ik van plan was dezelfde vraag te stellen. Einde van het citaat. Hoe samen te leven in de democratie? Dat was de vraag die de organisatoren aan mij gesteld hadden. En die ik in deze 18e Multatuli-lezing heb proberen te beantwoorden. Ik was van plan hetzelfde aan u te vragen. En dezelfde vraag aan u voor te leggen, geachte aanwezigen. Dat heb ik zojuist in deze inleiding gedaan. En ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Dank u wel. Dank u wel, professor Schuit. Ik moest even denken aan Milan Kundera en die schitterende titel De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Omdat dat begrip draaglijkheid zo essentieel is, die democratie moet draaglijk zijn. Zullen we dan afspreken dat dat dan wordt de draaglijke zwaarheid van het bestaan? Nee, lichtheid van bestaan. Toch lichtheid? Ja, waarom hecht u aan lichtheid? Dat is de hele bedoeling van Kundera geweest. Hij leefde in een communistisch land en kon daar net de lichtheid van het bestaan nog ontdekken. En dat heeft hij ook gedaan en daarna is hij naar Frankrijk gegaan. Ik hecht eigenlijk aan die term de draaglijke lichtheid van de democratie. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Ik vraag het om of we er draaglijke zwaarheid van moeten maken, omdat u met zoveel woorden signaleert dat het ontzettend lastig is. Daarom moeten we die lichtheid in de gaten houden. Doen we, oké. Per slot, van rekening nog of aan het eind van uw bijdrage nog dat beeld. Wat schoot u te binnen? Twee of drie weken geleden stond er in de Groene Amsterdammer een cartoon. Dat was een student met een klein parapluutje in de richting van vier van die hele grote, u ziet het al, dat was 1989 in China. En ik vond het zo prachtig dat nu precies die cartoon met dat kleine parapluutje
in diezelfde richting wees. Dat is de ijzeren wet van de democratie, nu in Hongkong, maar eigenlijk ook nog steeds van kracht, hopelijk, in China. Ik dank u van harte. Professor Schuit. Dan is nu het woord aan professor Riedel. Ladies and gentlemen, it is difficult to talk in Breda about the liberation of your town and about the 1st Polish Armored Division, for it was your noble city that gave the liberators a warm welcome 70 years ago and moral support in a moment when it seemed the world had turned its back on them. The citizens of your city kept alive the memory and solidarity toward the men of the 1st Armored Division for many decades, right up to the present day. It was also your land and your earth which accepted the remains of their commander, General Stanisław Maczek. Before I begin my speech, then, allow me to offer to you and to the generation of your parents and grandparents words of deep gratitude and heartfelt thanks from us Poles. The 1st Polish Armored Division, which brought freedom to Breda, was formed by a unique group of people over the course of several years with many hardships along the way, and thus was, in a sense, a reflection of the fate of my country went through during that time. On February 25th, 1942, the Polish Prime Minister General Władysław Sikorski issued in London an order to form the 1st Polish Armored Division. He assigned us its Commander General Stanisław Maczek, who up until that point had participated in 5 war campaigns and was a veteran of the Polish armored troops. A major and persistent problem which plagued the Polish armored forces stationed in Great Britain, of which the 1st Polish Armored Division was an integral part, was the lack of access to Polish human reserves. After the capitulation of France, only approximately 30,000 Poles managed to reach Britain. What's more, 20% of the Polish soldiers in Great Britain were unfit for active military service. The officers and senior officers were extremely overrepresented in this small army. The average age in the Polish armed forces was considerably higher than in the British army. There is, of course, another angle for viewing this Polish army in exile. More than 90% of its soldiers had 1 or 2 war campaigns under their belt. From the moment that the war broke out on September 1st, 1939, until their arrival in England, each one of them had the chance to abandon the army, find a hiding spot somewhere in Poland or in Europe, but they didn't go that route. Instead, they chose the arduous and dangerous path of the emigre soldiers. They knew very well who they were up against and why they were involved. They were
emotionally and morally matured individuals, not mercenaries, not followers of some ideology or fanatics of military discipline and blind obedience. Despite all the efforts of the Polish command, when the decision to create the first armored division was made, they were still about 5,000 soldiers, mostly privates, needed to complete its ranks. Polish emigre authorities tried to compensate the lack of reserve manpower by recruiting volunteers in the Polish diaspora. However, the expected results did not materialize. Only several hundred volunteers ended up serving in the division. The volunteers included the sons of small farmers in the Brazilian state of Curitiba, as well as such personalities as the Archduke Karl Stefan von Habsburg, who traveled from Sweden to join the General Maciek's division, or a descendant of Poland's last king, Prince Marie-André Poniatowski, who was killed near Breda. Several hundred Polish soldiers was able to left the Soviet Union by mid-1942 and joined the ranks of Polish Armored Division in Great Britain. The problem of insufficient reserve capabilities was never fully resolved, although in the spring of 1943, a certain alleviation appeared. As it turned out, amongst the Wehrmacht soldiers taken prisoner by British and American forces were many Polish nationals who declared their willingness to serve in the Polish army. A brief explanation is in order here. The Germans forced several millions Poles living in the Polish territories incorporated directly into German Reich to sign the so-called Deutsche Volksliste. A consequence of the status of Volksdeutsch was that all the young men were called up to the German army. In total, Germany would, over the course of the war, incorporate 250,000 former Polish citizens into the army. Because desertion and defecting to the enemy were punishable by death, if the Germans captured the culprit, those serving in the Polish army always received false identities. About 6,000 of them served in the 1st Polish Armored Division. The division landed in Normandy at the end of July 1944, and on August 8th went into action. It was on August 15th that the Polish troops broke the German defenses and penetrated into the center of an approximately 15-kilometer long stretch of land which came to be well known as the Falaise Gap. It was the only way to escape from the encirclement by two German armies. In those locations, the soldiers of the 1st Polish Armored Division, separated from the rest of the Allied units, fought a three-day battle considered one of the fiercest on the Western Front. The Polish division stopped the most of the German squads, inflicting huge losses on them. Colonel Stanisław Koszucki, the commander of the 2nd Armored Regiment, later wrote, "The fight
was nothing like an exalted tank attack. The only action was to stand one's ground, saving one's life by killing the enemies. 56 hours spent in the tank, in the suffocating stench of rotting corpses and gases released after firing tank cannons, all in the August heat, often with a dead friend in the tank who was then thrown out like a dog to decompose on the ground. These were the conditions of this hellish fight. 56 hours of nervous tension, the fear that every subsequent bullet will reach the inside of the turret, that your neighbor will not maintain its position, that you will run out of ammunition, that you will get burned alive. In the last phase of the battle, there was something grim, as if in a slaughterhouse. The soldiers of the 1st Armored Division despised the Germans. News of the crimes of the Gestapo and the concentration camps in Poland, the death of loved ones, all of this reached the soldiers daily and only fed their hatred. They vented this hatred in battle, vented it so completely that when on the afternoon of August 21st the soldiers came out of the tank, he felt a sense of emptiness and disgust. This is probably one of the most thought-provoking memoirs of battle ever written by a Polish career senior officer. From August 7th and to August 22nd, the 1st Polish Armored Division suffered losses of 325 dead soldiers, among them two regiment commanders and seven company commanders, over 1,000 wounded and over 100 missing in action. Over 120 tanks had been destroyed, which represented 30% of the armament stock. After resting a week, the division returned once again to the front lines, but at reduced strength of by some 25%. Starting on September 1st, 1944, the Polish division participated in the pursuit of the retreating Germans in France, Belgium, and Netherlands. On October 3rd, the division captured the town of Barle-Nassau. On October 27th, following a three-week respite, the Polish Armored Division got back into action. It was to destroy a German bridgehead on the southern shore of Holland's deep, from where the Germans could carry out strong counterattacks. To achieve this goal, first meant capturing Breda, which was an important and is still important communication hub in the region. According to the 1st Canadian Army's plan, the attack on Breda was being carried out by Canadian and American forces from Rosendal. The Polish division was initially to advance from the vicinity of Alphen towards Osterhout. The aim here was to draw the Germans' attention away from the main direction of the Allied offensive. But the Polish attack was so overwhelming and the Germans were so taken by surprise that on that same day, in the afternoon hours, Polish tanks reached the
highway connecting Breda with Tilburg, which seriously threatened the entire German defenses in this area. This unexpected success, coupled with the very slow gains of the Allied divisions advancing in the direction of Breda from the west, led to charging the Poles to take over Breda. This turn of events was very advantageous for the city. Many Polish memoirists repeat the message that General Maciek forbade an artillery attack on Breda so as to protect the city's historical heritage sites. In his own memoirs, the general makes no mention of such an order. Other senior members of his staff are silent about this matter. So it may well be just a beautiful legend. This does not, however, mean that in those crucial days, the moral and psychological factor did not play a role. Colonel Francis Skibinski, commander of the 3rd Rifle Brigade, has this to say in his memoirs. When I saw Breda from Bafel for the first time at daybreak, I felt a pang in my heart. The panorama of the city reminded me of Warsaw, a flat plain, over it lying low and gray sky, and on the horizon the silhouette of a long, low city were now again from among the houses, church towers shot out. The only thing missing was the King Sigismund column. What the reason was for using almost a surgical tactic to capture the city is hard to say. Was it a wistful memory of Warsaw, the hometown which had been leveled to the ground by the Germans after the end of a tragic uprising just when the Polish division was within reach of Breda, or a mark of the pragmatism of Polish soldiers who, without a pressing need, saw no reason to destroy the city in an allied country and waste their ammunition on it. I'm not sure what the truth is in this matter is. At any rate, on October 29th, the energetic attack of the Poles on Breda from the southeast and east led very swiftly to a breakdown in the defenses of the Wehrmacht. On November the 9th, the Poles took Moerdijk and reached the shores of the Hollands Diep, ending the 1944 campaign in the Netherlands. The human toll of this campaign for the Polish Armored Division was 107 dead and 417 wounded. Already on October the 29th, Breda erupted in joy at the fact of such a fortunate liberation. On November the 11th, Polish Independence Day, a parade took place and a solemn field mass. Afterwards, General Maciek and his division were awarded honorary citizenship of the city. The division, exhausted by intensity of the battles it fought, was deployed for several months to watch over the southern shore of Hollands Diep, which means that the headquarters of the division, along with many of its units and services, were based in Breda. It seems that this special harmony between the liberators and the liberated did not extend too far beyond the boundaries of the city of Breda. Colonel Koszucki,
a man with a very penetrating and insightful frame of mind, recalled the weeks and months spent in the area of Dongen and Schartogenbos thusly. No one here is laughing and no one is celebrating liberation. The rooms are cold, the interior poor and lacking in foodstuffs. The grazing grounds are strewn with carcasses of shot cattle, the creeping specter of real hunger. These people look at the war without illusions. We are not their friends. The destruction which we bring with us is too high a price for freedom. In their company, we feel like intruders. And sentries, pickets, patrols, boring. Sometimes there are passes to Belgium or France. You come back from them as if in a dream, from the vibrant bustle of a great new and liberated life, from an orgy of light and heat. You came back in 2 hours to a land lifeless and quiet as the grave. And it is hard to say where the apparition ends and the real world begins. This impression is increased in hundredfold by white snow-covered fields on the Maas, which remind you of Poland more than any other landscape you had come across these past 5 years. At time it seems that suddenly we are somewhere in Mazovia, that the sadness coming from these fields comes directly from Poland. We live in a world of specters. This is how we felt when Yalta came. News about the outcome of the Crimean conference in Yalta, which ended on February the 11th, 1945, were a shock for the soldiers of the 1st Polish Armored Division. Roosevelt, Churchill, and Stalin had decided that Poland would lose more than half of her pre-war territory and the Soviet Union to the Soviet Union, and that power in Poland would be held by a government set up under the dictate of Stalin. This was a total catastrophe of the legal government of Poland. For several tens of thousands of Poles in exile, this was simply equal with the loss of home. This was the case with General Maciek and a large part of his officers and soldiers. Colonel Kosciuszko wrote at this time, Yalta, in personal terms, was like old age. Only a few months earlier, on the flowery fields of Belgium, we had been frighteningly young. We had the gift of believing in our own mission and role. Now, in the space of one day, everything was over. Everything had fallen off from us. The poplars on the Maas, so very reminiscent of the Polish ones growing by the Vistula and San rivers, were silent witnesses of our greatest defeat. We had lost hope of returning to a free homeland, and even worse, had undermined our faith in our own dignity. It is self-evident that these very difficult weeks of February and March 1945
the unwavering kindness shown them by the inhabitants of Breda was for the soldiers of the 1st Polish Division a great and priceless gift. In the end, it was on April 7th, 1945, that Maciek's soldiers returned to the front. Having reached the area of Gorlochem, the division advanced north along the Dutch-German border. According to the war diary of the 1st Polish Armored Division, on April the 10th, the Poles liberated Camp Westerbork, the infamous German Durchgangslager for Jews. On April the 12th, in the afternoon, a small Polish patrol liberated a camp located in Germany, right on the border with Holland, which included over 1,700 Polish women soldiers taken prisoner after the Warsaw Uprising in October 1944. After April the 15th, Poles were deployed to German territory, where they advanced in the direction of Wilhelmshaven. Before the siege of this great base of the Kriegsmarine began, on May the 5th, the German forces in the area capitulated. Since returning to the front, the division had lost 604 in dead and wounded soldiers. Already in the spring of 1946, the British authorities began to insist on the demobilization of the soldiers of the 1st Polish Armored Division and the return of as many soldiers as possible to Poland. The communist authorities did not make things any easier for the British when on September 1946 they deprived 76 senior commanders, including General Maciek, of their Polish citizenship. The process of demobilization and repatriation of the soldiers lasted October 1947. Only 37% of soldiers returned to Poland. The soldiers who came back to Poland in this time were discriminated against practically throughout the entire period of communist rule in Poland. In the first half of the 50s, the majority of them, including almost all officers, were the victims of brutal repression, surveillance, arrest, and torture. The most well-known of these was Francis Skibiński, the liberator of Breda, who was arrested in 1951, tortured and falsely accused of espionage, sentenced to death. He remained on death row until 1956. The division soldiers who decided to stay in Great Britain had to fend for themselves in their country going through a deep economic crisis. Many emigrated to USA or Canada. As you well know, General Maciek was no exception to the hardship faced by the emigres. He did not receive a British war pension, and almost to the very end of his long life had to work, first as a shop clerk, and then as a bartender in a hotel run by a former sergeant of his division. You will also know that Stanisław Maciek in critical moments received support from Breda, but he did not receive any such support from the Polish government. He passed away on December 11th, 1994, at the age of 102 years. During World War II,
the Polish nation suffered enormous human and material losses. It also lost the larger part of its intellectual and social elite, which was hunted down by German Nazis and Soviets alike. It lost a large part of its national heritage. This was an experience which changed the Polish attitudes towards democracy, violence, and war. This came as a result of confrontation with the two ominous totalitarian systems, Nazism and Stalinism, which committed unspeakable crimes. The change in the attitudes of Poles to democracy also stemmed from the very painful experience of defeat of their own pre-war state, which they blamed, not without reason, on the authoritarian regime which had ruled Poland for many years prior to the outbreak of the war. Both these experiences brought about a situation where the majority of Polish society and Polish political groups internalized their support for democratic forms of government pluralism in public life and sensitivity to social problems. A good illustration of this new reality were the prime ministers of the government in exile. The first one, General Władysław Sikorski, was a liberal politician. His successor was a farmer by occupation and leader of the peasant party. The last wartime prime minister was a worker and social democrat. The mainstream Polish underground movement was likewise dominated by democratic political forces. This politician had prepared a broad and radical program of reforms, which was to have been introduced in Poland after the war's end. Both abroad and in occupied Poland, many politicians were thinking about the future of the continent in pan-European terms. Immediately after the war, Poles were active participants in the initial meetings of the movement for European integration. At this point, you may rightly ask, what does this have to do with our armored division? Well, for example, it was under the wing of the first Polish armored division that the Polish pan-European met. And it was the division which financed their travels across Europe, arranged various allied documents for them to cross borders, etc., etc. Whenever in Poland we look back on those years, sadly and regrettably we come to the same conclusion, namely that the communist system set up by the Soviets at that time was catastrophic for our civilization. After all, Poland was already prepared then, in those first post-war years, to go the same European route of growth and development as did France, Belgium, and Holland, countries which the 1st Polish Armored Division had a commendable role in liberating. Today, Poland has returned to where it should have already been starting in 1945, to the community of nations on our continent which provide mutual security and together work to improve their livelihoods and position in the world. Poland, as a member of NATO and the European Union, is, as you probably know, making great progress in catching up on the time lost since 1945. And the selection of Polish Prime Minister Donald Tusk as the incoming President of the European Council seems to be a definitive acknowledgement
of our country as a full member of the great European family. In closing, I would like to assure you that the enormous changes that have transpired in Poland and Holland since World War II, which have transformed both our societies, have in no way changed the sense of respect and sympathy the Poles felt and feel toward the Dutch, and that the solidarity which pushed the battle-hardened Polish soldiers to fight and die on the battlefields of Holland and other European countries remains to be drawn on. Although, admittedly, we all hope that in the 21st century we will be able to demonstrate our solidarity in other fields. Thank you for your attention. Thank you very much. Although you just described very concrete people and very concrete situations, I'm also going to put forward the question to you if there is another example of democracy in human size that you would like to give us, and that also means something really important for you. What is another situation that you might think of? Ich werde auf Deutsch antworten, entschuldigen Sie. Deutsch ist leichter für mich. Das ist eine gute Frage. Es kommen so viele Gestalten durch den Kopf in solcher Situation. Ich würde an eine Person erinnern, die sehr gerne hier sein möchte und lässt Sie herzlichst grüßen an Herrn Professor und Minister Władysław Bartoszewski. Er konnte nicht kommen, war eingeladen. Herr Bartoszewski ist heute 92 Jahre alt und immer noch Staatssekretär in polnischer Regierung, in der polnischen Regierung. Der Mann hat einen ganz besonderen Lebenslauf. Er war als junger Mann in Auschwitz inhaftiert. Danach war er viele Jahre, 8 Jahre, glaube ich, im stalinistischen Gefängnis. Ungebrochen kam er aus dieser traumatischen Situation und half der polnischen demokratischen Bewegung auf die Beine zu kommen. War in 80er Jahren war interniert während des Kriegszustandes in Polen, und seine Gefängniserfahrungen waren sehr nützlich für die neuen jüngeren Kollegen. Sie haben ihn als einen Vorstandssprecher der Gefangenen gewählt. Danach ist er das heißt nach der Wende in Polen, ist er zweimal zum Außenminister gewählt und konnte eben seine enorme demokratische Lebenserfahrung auf so eine vollkommene Art und Weise erleben und einsetzen. Ein sehr schönes Beispiel. Danke sehr. Danke sehr, Professor. Even heel snel in vertaling. Professor Riedel had het over de staatssecretaris Bartoszewski in de huidige Poolse regering, 92 jaar oud. Een man die Auschwitz heeft overleefd, Stalinistische kampen heeft overleefd en nog steeds actief is in de democratische beweging. En dat is iemand die voor hem democratie in de menselijke maat belichaamt. We gaan een glaasje water drinken, we gaan even recyclen. Over een stief kwartiertje zie ik u weer terug voor het tweede deel van deze bijeenkomst. Tot dadelijk.